Een aanslag op toeristen in Tunesië. Gewapende mannen openden het vuur bij een museum. Er zijn zeker 20 doden. Veel mensen konden ternauwernood ontkomen. En verder in het nieuws vandaag. Opkomst bij statenverkiezingen tot nu toe aan de lage kant. En K3 stopt, maar maakt meteen een doorstart. Goedenavond. Een relatief rustig land in een onrustige regio. Dat was Tunesië, tot vandaag. In de hoofdstad Tunis vielen gewapende mannen toeristen aan in en bij een museum. Ze schoten in het rond. Onder de toeristen vielen 17 doden. Ruim 50 mensen raakten gewond. In Tunesië begon ooit de Arabische lente. En dat gevoel konden ze er lang vasthouden. Tot vandaag. Zij kunnen aan de kogels ontkomen. Doodsbang, maar fysiek ongeschonden. Onder dekking van gewapende veiligheidsmensen van het ene gebouw naar het andere. Veel van hen kwamen van cruiseschepen voor de kust van Tunis. Voor een dagtripje naar een van de mooiste collecties Romeins mozaïek. In het relatief makkelijk toegankelijke Bardo Museum, vlak naast het zwaar bewaakte parlement. Al vrij snel zijn er antiterreureenheden ter plaatse die strategische posities innemen. Terwijl ambulances beginnen met het wegbrengen van gewonden, begint het denken over een tegenaanval. Die aanval komt er al vrij snel. Daarbij komen in ieder geval 2 gijzelnemers en een agent om het leven. De premier sluit overigens niet uit dat er ook schutters zijn ontkomen. Mogelijk 2 of 3. Ja, Sander van Hoorn is correspondent voor de Arabische wereld. Sander, we hebben natuurlijk wel een vermoeden wie erachter kan zitten. Is daar al enige zekerheid over? Officieel niet, want van de 2 daders die zijn neergeschoten is de identiteit niet bekend. En dus ook niet van de mensen die eventueel nog voortvluchtig zijn. Maar in Tunesië wordt er wel rekening mee gehouden dat IS hier achter zit. En dan is de vraag natuurlijk of het uit dat roerige buurland Libië afkomstig is of dat het eigen jihadisten betreft. Want je moet je voorstellen, als je de Tunesische aantallen van mensen die naar Irak en Syrië zijn gereisd zou projecteren op Nederland, zou het vergelijkbaar zijn met dat er ongeveer 5000 Nederlanders op jihad zouden zijn gegaan. Zoveel zijn er uit Tunesië vertrokken. Ja, teruggekeerde jihadisten staan hier hoog op de prioriteitenlijsten. Hoe is dat bij de Tunesische overheid? Ja, ook. Maar ja, zoveel kun je er natuurlijk moeilijk in de gaten houden. Maar het is natuurlijk ook veel dieper dan dat. Als er 3000 zijn afgereisd, Tunesische geval, ja, dan is er dus een hele duidelijke voedingsbodem. En dat land, dat was inderdaad rustig na de Arabische lente. Vooral ook omdat die politieke partijen ondanks alles met elkaar konden samenwerken. Maar ja, dat wordt natuurlijk verafschuwd door die jihadisten in Tunesië. Dus ook al is het geen teruggekeerde jihadisten uit Irak en Syrië, dan kan het heel goed iemand zijn, een Tunesiër, die ook boos is. Het toerisme is nu getroffen. Is nu meteen het imago van het rustige land in een instabiele regio aan diggelen? Nou ja, je zou van zo'n cruise ship willen naar het museum. Dan ga je toch wel even 2 keer bedenken op dit moment. Niet voor niks dat de premier meteen op televisie verscheen. Meteen de Tunesiërs opriep om 1 te blijven en om samen te gaan zoeken naar die terroristische netwerken. Het is een belangrijke pijler van de Tunesische economie. En ze kunnen het juist dat net weer een beetje begint aan te trekken, niet gebruiken dat die sector nou weer instort. Sander van Hoorn, dankjewel. Nog iets minder dan een uur en dan zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de waterschappen alweer voorbij. Tenminste, u kunt dan niet meer stemmen. Zij hebben dat natuurlijk wel gedaan, al was het maar omdat ze al wekenlang uitleggen dat het eigenlijk ook landelijke verkiezingen zijn. En ze wilden vooral dat de opkomst hoger wordt dan anders. Maar is dat ook zo in de stad Groningen? Verslaggever Gerry Eikhoff, hoe zit het met de opkomst? Nou, dat het hoger wordt dan de vorige keer, dat gaat waarschijnlijk niet lukken. Want uit
Uit de laatste gegevens van onderzoeksbureau Ipsos blijkt dat vanavond om 19:30 het opkomstpercentage landelijk gezien op 42% lag. En dat is 6% minder dan 4 jaar geleden. Toen eindigde het uiteindelijk op een opkomstpercentage van 56% en dat werd beschouwd als zeer hoog. En met dat in het achterhoofd zou je dan toch altijd nog kunnen zeggen dat de opkomst van misschien 50% nu als behoorlijk te bestempelen is. Het hoge opkomstpercentage toen en het behoorlijke opkomstpercentage nu, dat wordt over het algemeen verklaard door ernaar te verwijzen dat deze verkiezingen heel erg in het teken van de landelijke politiek en de samenstelling van de Eerste Kamer straks zijn gesteld. In vergelijking tot de opkomst voor de Provinciale Staten is het zo dat de opkomst voor de waterschappen daarbij toch duidelijk wel wat achterblijven. En daardoor kun je concluderen dat heel veel mensen die wel voor de Provinciale Staten hebben gekozen, dat die dit biljet voor de waterschappen waarschijnlijk niet hebben gebruikt. Nu, en dan is het zo dat hier in Groningen die landelijke tendens eigenlijk wel gevolgd wordt. Maar kenmerkend voor Groningen is natuurlijk dat juist hier wel een belangrijke rol is weggelegd voor een provinciaal thema. Namelijk de aardbevingen. En in dat aardbevingsgebied doet zich weer de omstandigheid voor dat daar de verkiezingen voor het waterschap ook echt iets voorstellen. Aardbevingen zijn op heel Groningen van invloed, maar in de gemeente Ten Boer komt daar ook nog eens een kanaal bij. 3 jaar geleden brak de dijk bijna door en werden 800 polderbewoners geëvacueerd. De dijk hield het net, maar sindsdien is er angst voor het Eemskanaal. Angst die leidt tot echte belangstelling voor de waterschapsverkiezing. Het is een van de weinige gebieden waarin je merkt dat waterschap echt leeft bij de bevolking. Dat komt natuurlijk omdat ze nou een keer gemerkt hebben wat is om bij natte voeten te kunnen krijgen. De Algemene Waterschapspartij doet voor het eerst mee in Groningen. De concurrentie wil veiligheid en natuurbehoud of veiligheid voor een goede prijs. De Partij van Staaien wil vooral veiligheid en nog eens veiligheid en hoopt op de kiezers die vlakbij de dijk en het kanaal wonen. Veiligheid staat boven alles. Dat gaat boven natuur. Door wat er gebeurd is hier met de dijken, word je wel heel erg bewust van je kwetsbaarheid. En dan is veiligheid wel heel belangrijk. Maar dat is met de aardbevingen natuurlijk ook en dat speelt nu nog. Die aardbevingen bepalen voor velen de stem bij Provinciale Staten. Daar zoeken de mensen niet zozeer naar veiligheid, want de bevingen zijn een gegeven, maar zekerheid. Zekerheid dat je gewoon je beroep kunt doen op de overheid van hallo, ik heb schade, ik wil graag schadeloos gesteld worden. Weet je wat, ik wil hier eigenlijk wel weg. De verkiezingen lijken hier dus flink te leven, maar in de stemlokalen was het dikwijls opvallend rustig. Ja, dat was Gerry in Groningen. En als we wat verder kijken in het land, zien we in Almere bijvoorbeeld bijzondere taferelen. Dit lijken wel heel enthousiaste kiezers met een breekijzer, maar het is in werkelijkheid het stembureau zelf dat het stembureau niet inkwam. Wat was er eigenlijk aan de hand? Ja, de sleutel die was onvindbaar. Maar met een kwartier vertraging konden mensen ook hier gaan stemmen. Heeft u gestemd? Ja, tuurlijk. Dat is het recht van de burgers, toch? Ja, en dan verderop in Zuidplas, daar was het een stuk makkelijker om het stembureau binnen te komen. Een drive-in stembureau. En om te stemmen moest je dan wel weer uit je auto of van je fiets stappen. En bij Drimmelen op de Biesbos, daar kwam het stembureau naar je toe. Geen stoomboot, maar een stemboot. Op 4 plaatsen legde het varende stemlokaal aan. Dan kon je naar binnen. Ja, Ron, die zijn in ieder geval gaan stemmen daar in die stemlokalen. De hamvraag is natuurlijk in hoeverre de landelijke politici erin zijn geslaagd om stemmers naar de stembus te krijgen. Dat opkomstcijfer tot nu toe, hè? Niet zo best nog, maar wat zegt het? Je moet één ding niet vergeten. Provinciale statenverkiezingen doen het meestal niet zo goed bij de kiezer. Die zitten eigenlijk al jaren onder de 50%. 4 jaar geleden was echt een uitzondering. Toen hadden we dat gedoogkabinet met Wilders. En dat trok kiezers aan destijds. Ja, je kan ook zeggen dat het nu wel opvallend is, omdat er toch een hele landelijke campagne is gevoerd door de partijleiders. Die de kiezer een duidelijke keus voorlegde. Kan Rutte door, nu het wat beter gaat? Of moet er afgerekend worden met dit beleid en met het kabinet en met Rutte zelf?
Kennelijk heeft het kiezers toch niet heel erg aangesproken. Uit onderzoek wat we hebben laten doen blijkt ook dat kiezers zich echt niet alleen maar door het landelijke hebben laten leiden, maar zeker ook door het provinciale. En dat verklaart een lage opkomst. En een lage opkomst is vaak ongunstig voor de PVV, want die krijgt zijn kiezers moeilijk naar de stembus. En gunstig voor het CDA. Dus het zou mij niks verbazen als het CDA vanavond in de race komt om toch misschien de grootste te worden. Ja, cijfers zijn dat allemaal van Ipsos. Vanavond laat moet er duidelijkheid zijn. Moeten we een behoorlijk beeld kunnen krijgen van de uitslag? Heeft dat meteen politieke gevolgen bij jou in Den Haag? Niet gelijk morgen voor het kabinet. Je moet ook je afvragen of vanavond al gelijk duidelijk wordt of Rutte met de bevriende oppositiepartijen de meerderheid haalt of niet, houdt of niet. Omdat de marges zijn klein en het is best wel ingewikkeld hoe die staten straks de Eerste Kamer moeten kiezen. Dus daar kunnen we nog niet, denk ik, veel zekerheid over krijgen vanavond. De ogen morgen zullen natuurlijk wel gericht zijn onder andere op de Partij van de Arbeid. Hoe groot wordt het verlies daar? Of D66? Worden zij ineens veel groter? En wat betekent dat dan weer? Of het CDA die ineens een sleutelrol krijgt? Kortom, geen kabinetscrisis morgen, maar wel genoeg interessante vragen die het weer spannend maken morgen. Ron Vrees in Den Haag, dankjewel. Aan het eind van de avond weten we dus wie de winnaars en de verliezers zijn. U kunt het allemaal meemaken meteen na dit journaal op NPO 1. De uitslagenavond van de NOS. Ja, Rob, hoe gaat het eruit zien? Nou, spannend eigenlijk wel, hè? Dus niet alleen morgen spannend, zoals Ron net zei, maar ook hier. Centrale rol voor onze uitslagenredactie, want daar komen uiteindelijk, als die stembureaus dan straks dicht zijn, over een uurtje ongeveer terecht. En daar wordt gerekend en alles doorgenomen. Ze zijn nu al druk met voorbereidingen. En uiteindelijk in die uitzending vol met reacties, met analyse, met duiding en noem het allemaal maar op om te begrijpen wat er vandaag is gebeurd, is de belangrijke plek natuurlijk bij Dionne. Ja, Herman, ken je nog? Het scherm. Hier komen vanavond de uitslagen binnen, de exit polls en uiteindelijk ook voorspellingen voor de nieuwe Eerste Kamer. En bijvoorbeeld ook de opkomstcijfers. Vanavond allemaal na het journaal op NPO 1. Ja, en uiteraard kunt u thuis ook op uw eigen scherm aan de gang. Bijvoorbeeld met een bijzondere interactieve kaart op onze site nos.nl. Vanaf 9 uur kunt u daar de uitslagen volgen per provincie en per gemeente. En we hebben dan een prognose van de zetelverdeling in de Eerste Kamer daarop staan. Goed, we gaan naar Duitsland. Frankfurt. Daar was de opening van het nieuwe hoofdkantoor van de ECB, de Europese Centrale Bank. Had natuurlijk een feestje moeten worden van de Europese topbankiers, maar anticapitalistische demonstranten van de beweging Blockupy dachten daar anders over. Zij houden de ECB verantwoordelijk voor het strenge financiële beleid dat bijvoorbeeld de Grieken hard treft. Aan topman Mario Draghi de eer om het nieuwe gebouw van de centrale bank te openen. Waarna de genodigden een filmpje te zien krijgen over de bouw van het hoofdkantoor. Een project van 1,2 miljard euro. Maar terwijl binnen een beschaafd applaus klinkt, is er buiten een veldslag gaande tussen politie en demonstranten. 7 politieauto's gaan in vlammen op. We hebben gepland die Eröffnungsfeier der Europese Zentralbank te blokkeren, want we zeggen er is niets te feiern aan verarmingspolitiek. De autoriteiten hadden rekening gehouden met demonstraties en een grote politiemacht ingezet. Die arresteert meer dan 500 demonstranten. In de loop van de dag verlopen de betogingen een stuk rustiger. Ik ben hier in eerste linie wegen Griechenland en weil die politiek die Deutschland macht gegenüber die, Griechenland absoluut daneben is. En aus einer grundsätzlich antikapitalistischen Haltung natürlich. Vanmiddag is de sfeer in Frankfurt zelfs ronduit gemoedelijk. Nou, dat was er gisteren dus ineens dat nieuws uit Mali. 2 Nederlandse militairen omgekomen toen hun helikopter neerstortte. Vanuit Denemarken, waar hij op staatsbezoek is, een reactie van koning Willem-Alexander. Ja, het is natuurlijk verschrikkelijk als je dat hoort, dat er een helikopter verongelukt is met 2 vliegers. En allereerst gaan je gedachten uit naar de nabestaande familie, vrienden, collega's, die gewoon 2 goede vrienden, goede familieleden moeten missen vanaf nu. Dat is verschrikkelijk. Maar mijn gedachten gaan ook uit naar de mannen en vrouwen die nu nog in MINUSMA zitten en die vandaag ook weer aan de slag moesten in Gao, in Kamp Castor.
die gewoon hun werk moeten doen, moeilijke werk onder moeilijke omstandigheden. En met het verlies van twee collega's. En deze mensen zijn toch weer aan de gang gegaan vandaag en doen het belangrijke werk voor de missie. En daar heb ik heel veel respect voor. De twee omgekomen Nederlanders zijn René Zeetsen en Ernst Mollinger. Ze waren in Mali als onderdeel van MINUSMA, de VN-vredesmissie in het Afrikaanse land. Nederland zit er nu ongeveer een jaar en het mandaat loopt eind dit jaar af. De politiek moet een beslissing nemen over een eventuele verlenging. Maar hoe gaat het eigenlijk in Mali? We zijn in Gao voor het ongeluk met de helikopter. Het inlichtingenwerk verloopt dan nog volgens plan. Al is dat werk in de woestijn een bijzonder zware klus. De verkenningen die wij uitvoeren zijn de voornaamste werkzaamheden die wij doen. Ik vergelijk het wel met een zaklampfunctie die wij hebben. Een donkere kamer die Noord-Mali heet. Wij zijn een soort zaklamp die in deze kamer schijnt. Om uiteindelijk op die manier inzage te krijgen in deze donkere kamer. Dus inzage geven in de situatie voor MINUSMA. Mali moet stabieler en veiliger worden. Aan die opdracht in VN-verband werkt Nederland nu ongeveer een jaar. Het gevaar van gewapende milities, maar zeker ook van radicaal-islamitische terroristen, is nog overal aanwezig. Vorig jaar konden we hier in Gao als journalist nog rustig in burgerkleding rondlopen. Inmiddels zijn we verplicht om een kogelwerend vest te dragen en een helm in de buurt te houden. 2 jaar nadat de Franse krijgsmacht jihadisten uit de steden van Noord-Mali verdreef, is het in plaatsen als Gao nog steeds niet helemaal veilig. Indeed, we have observed over the last 12 months a deterioration of the security situation that has affected MINUSMA. We have seen an increase in asymmetric attacks, in terrorist activities in the region. Maar Nederlanders die het inlichtingenwerk leiden, beweren toch positieve ontwikkelingen te zien. Het is natuurlijk heel triest dat gebeurt, maar ik zie dat wel als incidenten over die hele grote plaat waar het beter gaat, zeg maar. Dus ja, er zijn speldenprikjes van aanslagen of een ID-strijk, maar over het algemeen, het grote beeld, gaat het echt beter met Noord-Mali. Ik zie dat meer als de laatste stuiptrekkingen. En ik denk juist dat we nu de kant op gaan, afhankelijk van wat er in Algiers wordt afgesproken, waarin het alleen maar weer beter gaat worden. Uit het overleg in Algiers komt mogelijk een politiek vredesakkoord. Maar in Gao wil men vooral meer militaire actie. Je demande à la MINUSMA de revoir le système avec les forces nationales pour voir la meilleure stratégie. Moi, je ne suis pas un stratège militaire. C'est à eux de voir la meilleure stratégie pour que les résultats que nous voyons tous les jours puissent être corrigés. De koning sprak over de Nederlandse slachtoffers tijdens het zogenoemde persgesprek. Dat is een onderdeel van dat bezoek aan Denemarken. En daar zei hij ook nog iets over de schoolkeuze van prinses Amalia, die na de zomer naar de middelbare school gaat. Nog een klein vraagje die heel veel Nederlandse moeders van 12-jarige zonen bezighoudt. Weet u al welke school prinses Amalia naartoe gaat na de zomer? Nou, ik zou heel makkelijk kunnen zeggen, ze is 11. Dus... Maar... Laten we het zo zeggen, zij heeft ons verzocht om pas na de sluiting van de inschrijvingstermijn het bekend te maken. Want ze wil heel graag dat niemand die school kiest omdat zij er naartoe gaat. En dat respecteren wij. De koning en de koningin reizen morgen van Denemarken door naar Duitsland voor een 2-daags werkbezoek. De NOS hoeft geen dwangsom te betalen vanwege de eredivisieafspraken met de betaalzender Fox Sports. Die zijn aangepast tot tevredenheid van het commissariaat voor de media. Dat vond eerder dat die afspraken in strijd waren met de mediawet. Zo werd in de naamtitels van Fox-analisten die in NOS-uitzendingen optraden verwezen naar de naam Fox. De emoties liepen sterk uiteen vanochtend in Israël. Een deel van de bevolking was opgelucht. Het gevaar van links is geweken. Een ander deel zwaar teleurgesteld. Rechts is nu sterker dan ooit. Zittend premier Netanyahu won de verkiezingen overtuigend. Hij wil een kabinet vormen met nationalistische en religieuze partijen. Isaac Herzog van de Zionistische Unie zal de oppositie aanvoeren. Hier wordt gebouwd aan de toekomst. Sinds gisteravond met nog meer trots en zelfvertrouwen dan eerder. I was at the Likud headquarters where Netanyahu later came and gave his victory speech. It was pure euphoria. Avi Heyman was elke dag in touw voor Bibi.
people's living rooms just filled up. I mean, how many people can you get in a living room? We answered that question. We thought it was 30, 40, but it was 150. Hier in Har Homa voerde Netanyahu een paar dagen geleden nog campagne. In deze nederzetting in Jeruzalem verzekerde hij dat er onder zijn leiderschap geen Palestijnse staat zal komen. Building will continue in Jerusalem because, to quote Netanyahu, if Jews can't build in Jerusalem, where can they build? In Tel Aviv is de somberheid bijna tastbaar. Vandaag is het scherven rapen en het hoofdkantoor van V15 moet ontruimd. De beweging voerde de campagne tegen Bibi aan. They knock on my door. They did a great job. Activisten van V15 mijden de pers. Ze trekken de nederlaag niet. De rest praat over niks anders. We didn't succeed. And I'm very sad. I think it's the first time I really think there's no hope for this country. Maar volgens Avi is de glorieuze overwinning van de premier goed voor de hele natie, ook voor links. They have been represented by Netanyahu. They will be represented by Netanyahu. And Netanyahu will unite the nation as he has done in the past. Makkie, wat zachter, jongens. Ja, de muziek van K3. Die klinkt binnenkort heel anders. In ieder geval de zang. Want de drie dames die het populaire trio vormen, die worden vervangen. Kortom, K3 krijgt een makeover. Het is een schok voor veel jonge fans. Ik heb vandaag een beetje slecht nieuws. En vooral voor de meisjes, denk ik. Want K3 stopt ermee. Het zijn niet de provinciale statenverkiezingen die vandaag het gesprek van de dag zijn op stembureau 70. Oftewel basisschool De Malenlanden in Amersfoort. Het echte nieuws kwam uit Brussel. Nieuws met een snik. Ze stoppen ermee. Uiteraard valt het ons zwaar. En we weten dat dit vooral voor de kindjes misschien even schrikken zal zijn. Wat vind je ervan? Jammer. En ik ben ook naar de show van K3 geweest. Wat vind jij het leukste liedje? Kusjesdag. Sinds 1999 is K3 dé kaskraker van het Belgische Studio 100. Met tientallen cd's, hits aan de lopende band, speelfilms, tv-series en heel veel merchandise. En een niet onbelangrijke factor in dit succes schijnt te zijn dat ook de papa's wel gecharmeerd zijn van de dames. K3 stopt ermee, dat kan niet, hè, Marieke. Dat mag niet, hè. Want wij zingen altijd de liedjes, hè. Dat is wel heel dramatisch, ja. Van Afrika tot in Amerika. Ook voor deze meisjes van dansschool Amersfoort is het een donkerroze dag. K3 is hier al jarenlang de grote hit. Ja, K3 is eigenlijk populairder dan Tchaikovsky op mijn lessen. Het succes van K3 zit hem vooral, denk ik, in het hele concept. Drie prachtmeiden. Rood, blond, donker. Alles compleet. De kleding, de muziek. Alles klopt altijd. Helemaal. En of de nieuwe kaas dat straks kunnen evenaren, daar is niet iedereen hiervan overtuigd. Waarom niet? Omdat ik ze heel veel bij elkaar vond passen. Werk aan de winkel dus. In Brussel. Ja, vooruit. Nog 1K dan. De Keukenhof. Die is vanaf overmorgen weer open voor het publiek. En vandaag mocht de pers al een kijkje komen nemen. Schilder Vincent van Gogh vormt dit jaar de inspiratie voor bloemenshows, een nieuwe selfie-tuin. En er is ook nog een zelfportret van Van Gogh in tienduizenden tulpen. Maar of die bollen allemaal goed in de grond zitten, dat is nog even afwachten. Want ze komen nog niet uit. Peter Kuipers-Munneke. En het was mistig op de Keukenhof. Ja, dat klopt. Het viel wat tegen, vooral in het westen van het land. Ik had daar zelf ook eerlijk gezegd wat meer zon verwacht, maar dat lukte helemaal niet. En daardoor bleef de temperatuur ook behoorlijk achter. Een graad of 6, 7 werd het daar. Als we nog even een klein stukje verder teruggaan, dan zien we deze foto hier van Noorderlicht, gemaakt in het noorden van Nederland. En het was op veel plaatsen afgelopen nacht goed te zien. Althans, met een camera die een lange sluitertijd had van 15, 20, 30 seconden. Met het blote oog was het wel heel lastig. Maar dit was wel een van de kansen geweest om in Nederland dit soort foto's te maken. Nou, komende nacht komt dat niet weer. In de eerste plaats omdat er weinig zonneactiviteit is op dit moment. Geen deeltjes die dat soort optische verschijnselen kunnen veroorzaken.
Maar in de tweede plaats is het ook bewolkt. Niet alleen bij ons vannacht bewolkt, maar vandaag ook in Roemenië, ook in Spanje en Portugal en ook in Scandinavië met een paar lage drukgebieden. Ook morgen zit die bewolking daar weer, met een beetje regen hier en daar. En bij ons is het vannacht ook bewolkt. Ik zal daar eventjes op inzoomen. Dan kunnen we kijken hoe de situatie voor vannacht gaat verlopen. Op de meeste plaatsen bewolking, kans weer op nevel of mist. Een minimumtemperatuur van 4 tot 6 graden. En in het zuidwesten van het land een kleine kans op een beetje motregen. Nou, morgen dan begint de hele dag, of de dag in de ochtend in het hele land bewolkt. Maar vanuit het noordoosten volgen vrij snel opklaringen. Meeste zon dus in het noorden van het land. 'S middags ook wat zon in het midden van het land. Maar ik denk dat het zuiden van het land buiten de boot gaat vallen. En daar blijft het grootste deel van de dag bewolkt. Het wordt zo'n 11 tot 14 graden. Vrijdag dan gaat de temperatuur iets verder naar beneden, naar een graad of 10. Kans op een beetje zon. En dan het weekend hebben we van alles wat. Zaterdag is het bewolkt met wat buien. Zondag weer een hele hoop zon. Maar wel met maar 7 graden. Belangrijkste nieuws uit dit NOS-journaal is de aanslag in Tunesië. Gewapende mannen openden het vuur op toeristen bij een museum. Zeker 20 doden en ruim 50 gewonden. En meteen na de ster dus de uitslagenavond van de NOS. De hele avond op NPO 1. Goedenavond.